iedereen en welkom weer bij een nieuwe tutorial van Gemstones. Ik heb vandaag iets leuks. Ik heb gespeeld met thermochromisch poeder. Kijk, dat zijn steentjes, die zijn, dat afbeeldekje is eigenlijk helemaal zwart. En als je het dan verwarmt, ik heb gewoon even mijn pittenzakje gebruikt, dan verdwijnt het zwart laagje en dan komt de onderliggende laag komt dan tevoorschijn. Kijk, dit is een steentje, daar heb ik een spiegel van gemaakt, zo'n magische spiegel. Dus als die dan warm is, komt de tekst erbij. En dan hier hebben we een sleutelgat. Je ziet het een beetje minder door de glans. Maar als die warm is, dan wordt van zwart wordt het gekleurd aan de onderkant. En ik ga je vandaag leren hoe ik dat heb gedaan. Kijk, ik heb hier een heel mooi... mooi rond egaal steentje, dat noemen we ook wel eens mandala stenen. En die mandala stenen, dat zijn gegoten stenen. Kijk eens hoe mooi glad, geweldig zijn ze. Nou, later op de video geef ik je een linkje over een plaats waar je ze het goedkoopste kunt kopen. Mensen waar ik heb ze gevonden. Ik pak gewoon wat zwarte verf en ik geef deze steen een mooi basislaagje. Zwart verf in dit geval, omdat ik van plan ben om deze steen strakjes te gaan dotten. Maar dat is dus deel 2. Dus ik ga deze steen dus deze tutorial in 2 delen doen. Dus deze deel is over hoe ik die thermochromische poeder ga gebruiken. En dan later ga ik je vertellen over hoe ik die steen ga versieren en er een klein pareltje van ga maken. Goed, er zit een heel mooi laagje op zo. Nu moet het gewoon echt goed drogen. Ik heb echt een beetje te veel gebruikt. Maar zorg dat de onderkant ook goed is. Want het is natuurlijk deze steen is wit. En ja, dat wil je natuurlijk niet zien. Goed, als die droog is, pak je wat goud. En als je geen goud, prima ook. En zet een cirkeltje precies in het midden van die steen. Ik doe het met goud en ik heb gewoon een rondje gepakt, iets een dopje of zo. En heb dat gewoon een omtrek gemaakt ervan. En probeer dus netjes op dat lijntje te blijven. En probeer je dunste penseeltje te pakken. Of wellicht heb je wel een acrylstift of een metaliek stift. Kan natuurlijk ook en misschien nog wel handiger ook als ik dat nou eerst gewoon met die metallieke pen had gedaan. In plaats van daarna nog een keertje met dat mijn penseeltje eroverheen moet gaan. Maar goed, ik wil heel graag mijn dunne lijntjes oefenen. Laten we het daar maar over hebben. Ja, dit is dus het gedeelte waar ik dus een lieve boodschap in ga schrijven. En daardoor met die thermochromische poeder verberg ik dan die boodschap. En pas als het dan verwarmd wordt, volgens mij werkt het zo dat als het 31 graden is, mijn handen 31 graden. Nou, mijn handen zijn dus op dit moment helemaal niet 31 graden, het is gewoon koud. Dus dan heb ik iets anders nodig. Dus dan gebruik ik gewoon mijn pittenzakje. Die is lekker warm. Maar goed, als je warme handen hebt. Kijk, mijn dochter zou dat wel kunnen. Die heeft altijd lekker warm handen. En je legt dan je hand op die steen. Dan komt dus die boodschap dus wel tevoorschijn. Maar goed, daar ga ik er straks allemaal meer over vertellen. Nou, mijn cirkeltje is hier mooi rond. En het moet eventjes drogen. Kijk, hoep hoep, het is weer droog. En we pakken ons goud er weer even bij. Het moet altijd even drogen. En we schrijven daar een leuke boodschap op. Je pakt gewoon je dunste, maar ook opnieuw, als je een acrylstift hebt, dan is het misschien net zo makkelijk. Ik ga hier love opschrijven. Dat vind ik wel toepasselijk. Nou, dingetje werkt even niet. Ik moet eventjes schoonmaken mijn penseeltje. Het is allemaal zo. Je moet echt gewoon alleen het puntje laden van je penseeltje. Want anders heb ik het gewoon te dik meteen. Dus ik
wil wel duidelijk dat er love op komt te staan. Maar goed, misschien heb je wel een andere boodschap. Misschien wil je wel gewoon een naam opschrijven. Of voor jou. Of wat kunnen we nog meer hebben? Ik heb een keer eerst een keertje er één gemaakt voor Moedertjesdag. Dat weet ze nog niet. Hoop ik wel dat ze niet gaat kijken naar deze tutorial. Dat snap je wel, hè. Maar volgens mij niet, ze is op vakantie. Dus, dus ja. Misschien heb ik een verrassing wel weer verpest. Maar ja, moeken of vaken is natuurlijk ook wel leuk. Of allerliefst. Ach, we zouden zoveel leuke boodschappen kunnen schrijven. En als ik dan straks klaar ben met mijn boodschap. En ik hier ook wel een leuk hartje erbij. Vind ik wel leuk altijd. Dan doe ik dat thermochromisch poeder erop. En net wat ik zeg, als het dan op mijn hand dan warm is. En ik zet mijn hand dus op dit puntje. Dus daar waar ik dat poeder heb aangebracht. Dan komt die verborgen boodschap komt weer tevoorschijn. Nou, is dat niet leuk? En je kunt hier zoveel andere leuke dingen mee doen. Zoals ik dus al eerder heb laten zien. En ja, de creativiteit is eindeloos hier. En je ziet gewoon dat als ik ergens iets nieuws zie of zo. Iemand die laat me iets zien en denk, oh, dat zou ook wel grappig zijn om een keer te gebruiken. Nou, zo'n mandala steen is dus prima daarvoor. Nou, als mijn steentje droog is, dan ga ik dus een beetje tacky gloop gebruiken. Nou, dit is mijn thermochromische poeder. Je kunt het gewoon bij Amazon kopen. Je moet wel opletten dat het dus 31 graden gaat veranderen. Dus je hebt ook 41 graden, maar goed, dat is gewoon te warm. En ik heb een beetje van dat poeder in zo'n klein potje gedaan. En ik gebruik een vingersponsje. Kijk, grappig toch? Maar dat vind ik juist het makkelijkste manier. En ik gebruik dus tacky glue. Tacky glue blijft dus nadat het een beetje droog is, blijft het een beetje plakken. Daarom is het dus tacky. Tacky, dus een beetje plakkerige lijm. En breng gewoon een dun laagje aan. En het midden, daar waar je dus jouw boodschap hebt geschreven. Dus probeer dus binnen de lijntjes te blijven. En een mooi even laagje aan te brengen. Je wilt het niet te dik hebben. Maar je wilt het dik genoeg hebben dat je dus genoeg van dat poeder erop kan aanbrengen. En dat die dus die boodschap gaat verdwijnen. Zul je zo wel zien. Er waren heel veel mensen die hadden gereageerd op mijn steentje. Die ik had gemaakt met mijn verborgen boodschap. Iedereen vroeg van hoe en wat. En is het een 1 april grapje? Had natuurlijk gekund, hè. Maar nee, het is echt geen 1 april grapje. Dus ik had beloofd een tutorial te maken. En ja, als je iets belooft, dan moet je dat ook nakomen, toch? Dus vandaar dat we gewoon aan de slag zijn gegaan. Het heeft een beetje langer geduurd. Omdat ik een paar spoedopdrachtjes had. Die dan echt even voorrang hebben. Op een tutorial van mij. Ja. We zijn bijna rond hier zo. Nog een klein beetje lijm. En ik neem er ook de tijd voor. Gewoon niet te haastig zijn. Ik bedoel, ik geniet van elke stap. Kijk, het laagje is niet te dik. En het is gewoon een van mijn oogliner penseeltjes die eigenlijk al te oud was. En dan zie je gewoon dat ik ze gewoon een beetje afknip. En dan heb ik nog steeds iets waar ik kan gebruiken. Dus in dit geval gebruik ik het voor het lijm. Dus een penseeltje kan bij mij hier heel lang meegaan. Zo. Nou, mocht je willen weten waar ik die hele fijne penseeltjes vandaan heb. Die kun je dus halen bij schatmakertjes. Nou, wat een mooi dun laagje toch? Super. Kijk, je ziet er nog steeds het boodschapje, dat zie je nog steeds natuurlijk. Dat kan, want natuurlijk deze
lijm droogt natuurlijk transparant op. Dus als dan moet je wel opletten. Je kan ook eventueel gewoon wat vernis gebruiken. Dus heb je geen tacky glue, is geen probleem. Gebruik gewoon een beetje vernis. Die heb je vast wel van je stenen schilderen tijd. Nou, ik pak mijn dopje er even bij. Kijk, dit is mijn potje en het is een beetje aangestampt. En ik pak mijn leuke vingersponsje. Zij zo leuk. En ik dip gewoon een beetje in dat potje zo. Kijk, er zit er een mooi laagje op. En ik dip dat gewoon dus op mijn verborgen boodschap. Nou, het is een beetje grijsachtig, maar zodra dat gelakt is, wordt die dus zwart. Kijk, boodschap is verdwenen, toch? Je ziet hem niet meer. Nou, het beste wat je kunt doen nu is eventjes... Je kunt het laten drogen eerst en dan daarna eventjes met een spuitbus een laagje opspuiten. Kijk, deze is gewoon een clear spray, het is een acryl spray. En ik spray dat gewoon even erop, dan blijft die poeder goed op zijn blaas zitten. Zo. En het is ook veel handiger als je dadelijk aan dotten bent. Dan kun je ook als je foutjes hebt, kun je er heel makkelijk van afvegen. Dat is mijn tip voor vandaag. De tip van vandaag. Hij moet gewoon drogen nu, niet meer aankomen. En nu is hij droog en nu heb ik mijn hand, hij is inmiddels wel lekker warm, er eventjes opgelegd. En als het goed is, dan ga je dus die achterliggende tekst kunnen zien, kunnen lezen. Kijk, zie je hem weer? Dan staat hij er weer op. Love. Nou komt het wel een beetje waterig over op dit moment, maar als je het in je handen hebt, dan zie je dat eigenlijk niet zo. Dus de camera is daar een beetje, de glans doet dat. Mocht je nou zo'n leuke mandala steen willen kopen, dan heb ik een leuk adres voor je. Ze heet Priscilla. En Priscilla heeft hele leuke sets. En ik heb nog een leuke aanbieding. Dat als je voor €30 bestelt, hoef je geen verzendkosten te betalen. Nou, is dat niet. Ik geef je de link onderin in de omschrijving. En dan kun je haar vinden op Facebook. En mocht je nog vragen hebben, weet je me te vinden. Ik zie je heel graag terug voor deel 2, wanneer we deze steen gaan omtoveren in een mooie gemstones, een mooie mandala. En dan zie ik jullie in deel 2. Toedeloe!